We gaan 17 jaar terug in de tijd. Samen met Walter Meeuws zitten we op het puntje van onze stoel voor dit doelpunt. En hij gaat erin. Het is 3-1. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Antwerp speelt half mei de finale op Wembley. You mean if I go to another team or if I stay by Antwerp? Oh, the future of Antwerp. Well, you must ask it to the president. In Belgium, presidents are very powerful people and they decide what happens in the team. Niemand durft tegen Wouters iets zeggen. Dus moest ik het altijd doen. Mees stookte dat aan en Mees is een aanstoker voor die dingen. Hè. Hij tracht die spelersgroep achter zich te krijgen. En dan zegt hij, voilà, we zouden graag dat hebben. En als je dat niet doet, ja, dan zal het wat anders zijn. Hè. In voetbal en in sport is veel chantage, negotiatie. Hè. Hij vond dat hij Royal Antwerp voetbalclub was. En dat hij te weinig aan bod kwam. En dat is een voedingsbodem op Antwerp die leidt dat er geëlimineerd moet worden. In 1991 is het meer dan 30 jaar geleden dat de oudste club van België, Royal Antwerp Football Club, nog eens een prijs heeft gewonnen. Het verlangen naar nieuw succes is groot op de Bosuil. Een voetbalstadion dat tot een ruïne is verbrokkeld. Maar hoop doet leven. Er is geld voor de bouw van business seats, voor goede transfers en voor een coach die hoge verwachtingen wekt. Klopt jongens, als het verder is, dan moet je altijd mooi doelpunten maken. Walter Meeuws is de naam. Gelauwerd als voetballer, omstreden als coach. Na een ontslag bij Lierse, de nationale ploeg en Sint-Truiden, krijgt hij een baan bij Antwerp. Al is Eddy Wouters, de voorzitter, voorzichtig. De trainingen begonnen toen in 1991 op 8 juli. We hebben met Walter Meeuws getekend, de 7e juli. Hè? Omdat Walter Meeuws, wat de naam had, hij de ploeg wil pakken en die speler wil hebben. Gezegd, ja, dat gaat niet waar zijn. Er komt geen nieuwe speler bij. Je kunt nu de ploeg pakken zoals ze is. Maar je zegt, je moet het op D-plus nog hebben en D-plus nog hebben. Ja, de ploeg is gemaakt. Met die transfers heb je eigenlijk niks te maken gehad? Het is een beslissing geweest van de club dus. En ik denk dus dat ze daar een goed beleid gevoerd hebben. Dus ik ga trachten van de doelstelling van Antwerpen voor dit jaar mee te helpen verwijzigen. En dat is dus het verwerven van een Europees ticket. Meeuws moet zich als coach nog bewijzen, vindt de voetbalpers. Maar Meeuws doet het meteen goed bij Antwerp. Daar is Leenhoff. Veel volk in het strafschopgebied en wat een schot van Hans-Peter Leenhoff. Walter Meeuws, om een of andere reden, die was vanaf dag 1 populair. Hij was zeker volks Antwerps en hij ging elke dag dan met zijn hulptrainer in de delegé na de trainingen. Hier hebben ook een pintje pakken en zo. Hè. Zo ja, hij deed er ook met zijn spelers. Hij stond heel diep bij zijn spelers ook. Hè. Dus ik heb duidelijk geopteerd voor, ik was ook toen nog jong, om eigenlijk tussen de jongens en als het moest erboven te staan. En dus eigenlijk aan iedereen, het zij Leenhoff, het zij Broekhart, het zij Smits, Czernatinski, Kiekes of Van Reti. Dus elke speler op basis van gelijkheid behandelen. En dat heeft dus eigenlijk een groep gesmeed die voor elkaar door het vuur gingen. In dat team wie aan de stoet goed is goed, you know. Peter Leenhoff, hij was... I know who I am,
But Peter was a young guy and younger than me, much much more. And he was with that, and he was a very good player. But he never behaved like that. He was always a simple guy and work for the team. That was a strength of group. And Walter, he did a lot on that. Geen buitenspel. Tjerniatinski voor Leinhof. 2-0 en de buiten is binnen voor Antwerpen. Met 11-3, je kunt geen goede ploeg hebben. En bij ons, dat was echt een puzzel, maar hier de puzzel was perfect, hoe zeg je dat, ensemble. En dat was onze sterke. Smits, ja, dat valt mee. Tjerniatinski, de kans misschien. Jawel, en binnen. In de competitie handhaven de Antwerpenaren zich in de subtop. En ook in de beker van België gaan ze hard. Kovljevic weer, ja, die klimt hoog. Tjerniatinski verlengt, dat zit erin. Alex Tjerniatinski. Hier ziet u de Antwerpenbank. We zijn al een tijdje in de toegevoegde tijd. Maar het is afgelopen. Antwerpen met een dolgelukkige Walter Meeuws dwingt hier vanavond niet alleen een finale plaats af in de Belgische beker, maar ook Europees voetbal. Want wie er ook de beker van België wint, Antwerpen gaat opnieuw Europa in. Het was een great team van Mechelen in that time. Predom, he was a keeper, and then you had Kleisters, Emers, many many good players in Mechelen, and we were not favorite for sure. In de aanloop naar de finale ontstaat bij Antwerpen discussie over de premies voor de spelers in geval van een overwinning. Meeuws bepleit de zaak van zijn spelers en komt lijnrecht tegenover Wouters te staan. In onze contracten hadden wij dus quota staan. Hè. Bij kwalificatie kwam er altijd wat bij. Ja, en dus als zij de finale verloren, ja, dan hadden zij niet zoveel. Hè. En Mees stookte dat aan. En Mees is best een aanstoker voor die dingen. Hè. Ah, kijk, ik ging dus daarin toch vrij ver om het voor de jongens in orde te krijgen. Omdat ik wist dus als ik dat erdoor kon krijgen, dat dat nog eens een extra stimulans kon zijn om die beker binnen te halen. En daar hebben we dus alles voor gedaan. Hij tracht die spelersgroep achter zich te krijgen. En dan zegt hij, voilà, we zouden graag dat hebben. En als je dat niet doet, Jos, dan zal het wat anders zijn. Hè. Ja. Maar ik heb er dan nooit eens werk aan gestoord. Hè. Nee. Ja. In voetbal en in sport is veel chantage, negotiatie. Hè? Ik ben dan naar mijn kotje geweest, dan. Hij kwam naar mij, deed de deur open en hij zei, beschouw dit als iets dat gebeurd is op uw termen na de bekerfinaal. Dat zijn mijn regels die tellen. Kikkers binnen, 1-0, Wim Kikkers. Op einde zijn we op voorsprong gekomen. En dan is het natuurlijk een situatie waar je normaal zegt, dat kun je niet meer afgeven. Nee, dan komt in de 90e minuut komt die 1-1. En daar heb ik ook gedacht, oh. Daar is Arambasic binnen. Niet te geloven, Arambasic. Sanders, Emmers met een mogelijkheid misschien, Arambasic. En daar is Eikelkamp, die kan uithalen en binnen! 2-1 voor KV Mechelen. Wanneer je dan die spelers ziet, en we gaan verder, we gaan verder. Maar onze manier, die manier van voetballen, van Antwerpen, was altijd op karakter. Karakter, mentaliteit en hoe luisteren naar de trainer. Smits, Leenhof opgelet, daar is Leenhof en de Prodom en twee keer. En daar is Jakovlevic misschien met de kans nu. En daar, Valverdigem, Leenhof tegen de lat. Minder dan 5 minuten nog. En Vincent, bal komt voor en daar is Tjerniatinski binnen, 2-2. Hoe is het mogelijk?